Strands Hospitaal werkt dit jaar aan de kwaliteitsverbetering van haar dienstverlening. Daya Shakar Matura, algemeen directeur van het ziekenhuis, zegt dat zij 3 megaprojecten van de grond willen krijgen. De reden hiertoe is dat in de afgelopen jaren het 340-jarige ziekenhuis niet of nauwelijks is vernieuwd. Slans bestaat uit een monumentaal gedeelte en een deel dat in de jaren 80 is gebouwd. Volgens Matura zijn er geen vernieuwingen geweest omdat in het verleden waarschijnlijk andere beleidsgebieden voorrang hadden. We moesten daar ook middelen voor geallokeerd zijn, maar het is ook natuurlijk het beleid geweest waarschijnlijk. Dat Slans niet in het aandachtsveld is gevallen van verschillende regeringen. Of misschien de projecten niet zijn doorgekomen, want naast het naast het diagnostisch gedeelte vernieuwen, waar ook het hele laboratorium van ons wordt vernieuwd binnenkort, hebben wij dus nog ook andere projecten die we dus waar we vernieuwingen willen doorvoeren. Ik denk het beddenhuis, waar wij dus ook bezig zijn met de renovatie van de klassenkamers. Het gewone reguliere beddenhuis, daar willen de kamers gaan renoveren. We hebben onlangs, dus vorige week nog, 50 tweedehandse gereconditioneerde bedden uit Nederland ingezet op de eerste etage. Dus ook een stukje kwaliteitsverbetering. Matura zegt verder dat er projecten zijn ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid ten behoeve van een vernieuwde operatiekamer. Volgens hem zijn er echter ook andere projecten die uitgevoerd zullen worden. Dat behelst eigenlijk een nieuwe OK-ruimte, 3 OK-ruimtes. Annex een gebouw waar we de intensive care unit met 8 bedden zullen huisvesten. En een compleet nieuw moeder- en kindcentrum, een gebouw van 4 lagen. Met ook natuurlijk postnatale zorg, de couveuse erin, het moeder- en kindzorgkliniek. Met ook natuurlijk de polyklinische diensten en de kleine ingrepen die in een kleine OK-ruimte erin kunnen plaatsvinden. Dus dat is allemaal geprojecteerd. Op dit moment zijn wij bezig met het faciliteit voor de verhuizing van de lab. Dat is 1 februari klaar, waardoor wij dus in maart zullen beginnen met de renovatie van de nieuwe laboratoriumruimte hiernaast. Waar wij toch wel voor een groot deel de apparatuur al hebben aangeschaft. Binnen het binnenhuis heb je dus natuurlijk ook heel wat apparatuur nodig. We hebben afgelopen jaar de CCU, de coronaire care unit, uitgebreid met 6 bedden met alle faciliteiten die daarbij toebehoren. Dat staat er ook. Dayan Sankar Matura, algemeen directeur van het Slans Hospitaal. Hij sprak over de projecten die het Slans Hospitaal voor 2020 wil uitvoeren. De algemeen directeur hoopt dat het oudste ziekenhuis hierin financieel ondersteund zal worden.